Holo, ho, ho, dat klinkt cool. Dan de volgende kaart. Wat? We hebben gelijk. We hebben gelijk. Yo, Nintendofans. Ik heb een gloednieuwe Elite Trainer Box. En dat is een hele zeldzame. Namelijk de Celebrations Box. Deze zijn heel moeilijk te krijgen. En ik ben super blij dat ik er eentje heb om uit te pakken. Dus doe een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. Want ik heb namelijk nog meer. Deze mini tins. En daar zitten ook Celebrations pakjes in. En die ga ik in een nieuwe video unboxen. Dus deze gaat eventjes hier naartoe. En vandaag gaan we deze uitpakken. Let's go. De Celebrations set is een kleine set van vooral gereprinte Pokémon kaarten. De Celebration set bestaat eigenlijk uit twee delen. Het eerste deel zijn kaarten die je kan kennen van vroeger, maar dan in een nieuwe stijl. Zoals deze klassieke Pikachu print en twee Flying Pikachu prints in een volledig nieuwe stijl, net als de Surfing Pikachu print. En deze Golden Shiny Mew is het meeste waard. Deze is zo'n 75 euro waard. Dus die willen we sowieso pakken. Maar dan heb je ook Blastoise, Charizard en Venusaur. En natuurlijk, dit is de klassieke Charizard kaart die onwijs veel waard is normaal gesproken. In deze set is die ongeveer 150 euro waard. Dus ik wil sowieso een van die kaarten. Of misschien pakken we wel deze Gold Star Umbreon, een van de duurste kaarten ter wereld in de normale versie. In deze set is die ongeveer 80 euro waard. Dit is gewoon een soort van best of alle Pokémon kaarten serie. Oeh, en de sleeves zijn ook super tof met dat logootje van 25 jaar Pokémon. Hopelijk kunnen we een paar mooie kaarten in de sleeve stoppen. In totaal zitten er 10 Celebrations pakjes in en hier zitten dan 4 kaarten in. En dan krijg je nog 5 andere pakjes zoals deze Battle Styles, Chilling Rain, Vivid Voltage en 2 Darkness Ablaze pakjes. Maar ik wil eerst beginnen met deze. Ah, ik hoop zo op Mew of Charizard. Laat even weten in de reacties welke kaart jij graag zou willen hebben uit deze set. En dan gaan we snel kijken. Er is niet een bepaalde card trick, er zitten gewoon 4 kaarten in en de bijzonderste kaart zit achteraan. We beginnen met deze Holo Zekrom en dit is best wel cool. Dit is een beetje bruin, een beetje sepia. Het ziet er heel oud uit. Op camera oogt het ook een beetje donker, denk ik. En al deze kaarten zijn allemaal holo. Zoals ook deze Holo Ho-Oh. Dat klinkt cool. Ze hebben natuurlijk allemaal hier dat logootje van 25 jaar Pokémon. Dan de volgende kaart. Wat? We hebben gelijk. We hebben gelijk. De Golden Star Umbreon. Nee joh. Dit is de op één na duurste kaart uit deze set. En we hebben hem gelijk in het eerste pakje. Dit is zo sick. En welke hebben we dan als laatst? Ah yeah, de Surfing Pikachu V-kaart. Oh, dit is zo cool. Dit is zo'n leuke set. Weet je wat? Hier hebben jullie gelijk de eerste codekaart. Nou, deze moeten natuurlijk gelijk in de hoesjes gestoken worden. En met deze Gold Star Umbreon heb ik eigenlijk de waarde van deze Elite Trainer Box al gelijk terug. Ik ben super blij. Oké, tweede pakje. Daarmee beginnen we met Basic Lugia. Oh, dit zijn wel echt hele toffe kaarten allemaal. We hebben hier een Groudon. En nogmaals, alles is holo. Dan de volgende is Kyogre. En als laatst hebben we hier Mew. Deze kaart is ook echt super leuk. Wat een leuke kleurtjes en een toffe art, joh. Oeh, deze vette Greninja kaart zit ook nog in deze box. Dat had ik niet eens gezien, joh. Als we nou nog de Charizard of die Mew weten te pullen, dan gaat het helemaal los, jongen. Kyogre, een Xerneas, die hadden we nog niet, dus dat is helemaal top. Cosmoem, en als laatste hebben we hier Lunala. Wie staat hier op de achtergrond? Weet jij wie hier staat? Laat het weten in de comments. Dan het volgende pakje met 4 kaarten. Hier een Palkia, nice, lekker. Ik wil gewoon alle kaarten hebben. Deze Reshiram, die hadden we uit het eerste pakje en toen hadden we een heel goed pakje. Wie hebben we hier? Nou, oeh, hier comes Team Rocket. Ja, dit is ook een fan-favorite kaart, superleuk. En als laatste uit dit pakje, Zamazenta V. Lekker hoor. De ultieme baard Pokémon. Ja, deze hoort gewoon bij Rikachu. Dit is het vijfde pakje. Daarmee zijn we dus op de helft. En hier begon het net mee, jongens. Het supergoeie pakje. Dus laten we hopen dat hier ook weer wat moois in zit. Een Cosmoem. Een Groudon hebben we hier. En als laatste, ja, de klassieke Art Pikachu. Hij is echt maar 2 euro waard of zo. Maar deze wil je gewoon hebben, want kijk dan, dit brengt gewoon herinneringen terug. Heel cool, superleuk. Nog 5 pakjes te gaan en dan hebben we daarna ook nog de andere kaarten uit de normale series. Hier hebben we een Groudon. De volgende is weer Zekrom die we al hebben. We hebben, Shining Magikarp. Deze is ook vet veel waard. Deze was ik helemaal vergeten, maar deze kaart is dus ook gewoon 30 euro waard, jongens.
Wat gaan we lekker shiny Magikarp. En als laatste hebben we hier... Oh, de Flying Pikachu VMAX ook nog. Wat een lekker pakkie weer, joh. Oh, deze set is echt fantastisch. Charizard en de Mew kaart, die zijn het allermeest waard uit deze set. Maar wij hebben de twee kaarten die daarna het meeste waard zijn. En dat zijn dan de Gold Star Umbreon en de Shining Magikarp kaart. We hebben ze gewoon allebei binnen. Nog vier pakjes te gaan. We hebben hier weer de Xerneas. Dan een Dialga. Nice, deze hadden we ook nog niet. Dus daar ben ik gewoon hartstikke blij mee. We hebben Palkia, die hadden we wel. En als laatste hebben we Solgaleo. En ook die hadden we nog niet. Hé, hey, en hier staat dezelfde persoon als bij Lunala. Ja, nice, nice, nice. Hier weer een codekaartje voor jullie, jongens. Alsjeblieft. Het volgende pakje heeft weer Xerneas. Heeft weer Groudon. Oeh, Garchomp. Oeh, wat? Dit is ook echt een hele classic kaart. Super cool dat we die ook voelen. En als laatste ook nog even Session V. Lekker zeg. Wat een lekker pakje weer. En ja, je ziet het. Als je gewoon een keer heel graag V-kaarten wil hebben of van die bijzondere kaarten, dan is dit echt een box die je moet gaan halen. De kaarten zijn nogmaals allemaal iets minder waard dan als je de normale versies hebt van deze kaarten. Maar hey man, dit, oh, wat een box joh. Nog twee pakjes te gaan van deze mooie kaarten. En dan hebben we dus voor een volgende video ook nog deze, waar ook van die mooie pakjes in zitten. Ene laatste pakje begint met Cosmoem. Daarna Groudon. Daarna... Oeh, Mew EX. Voor de duidelijkheid, dit is niet de Mew die het meeste waard is. Dat is een Golden Shiny Mew. Maar als laatste hebben we ook nog weer de Session kaart. Trouwens, ik zeg wel dat deze Mew niet zoveel waard is. Maar deze is gewoon 15 euro waard. Dus... Het gaat zo lekker in deze box. Het laatste pakje. Laten we hopen op die Charizard. En ook al zit de Charizard er niet in, dan hebben we alsnog een prachtig boxie. Beginnend met Lugia. Ho-oh. Woehoe! Venusaur! Yes! Die is ook gewoon een heerlijke 20 euro waard. En als laatst hebben we... Oh, ook nog de Mew. Maar die hadden we al. We hebben dan misschien wel niet de hele dure Shiny Mew en Charizard. Maar alles wat eronder zit hebben we wel zo'n beetje. Deze is 5 euro waard. De Flying Pikachu VMAX. Deze is 7 euro waard. De Garchomp. Deze is gewoon zo'n 15 tot 20 euro waard. Heel nice die Mew. Deze is 20 euro waard. Venusaur, de Classic Venusaur. Deze is 35 tot 40 euro waard. De Shining Magikarp. En deze Golden Star Umbreon is 70 à 80 euro waard. Dus ik denk dat we in totaal qua waarde ongeveer tussen de 150 en de 180 euro zitten met wat we uit deze box hebben gepoeld. Nice! Maar we zijn er nog niet, want we hadden nog 5 normale pakjes. Lekker videootje dit. Als je nog niet dat duimpje omhoog hebt gedaan, dan is dit het moment om dat te doen. En dan krijgen jullie van mij een gratis codekaart. Dit is een Darkness Ablaze pakje en daar heb ik volgens mij nog nooit een pakje van opengemaakt. Dus even kijken wat erin zit. Een Carnivine'tje, een grote parasol. We hebben Vanillish, dan hebben we Jigglypuffy. We hebben Dunsparce, een Klink, een Marini, Torchic. Die loopt te twerken daar volgens mij. Twerkchick is dat. En hier hebben we een Laren. En als laatste... Oeh, Melmetal. Een lekker kaartje wel. Cool kaartje. Ah, ik heb nog een Darkness Ablaze pakje. En daarmee beginnen we met een Waterenergie. Dan een Hiding Energie. Een Parasect. Toxapex. De volgende is een Bounce-wietje. Dan hebben we hier Dunsparce. Een Electrike. Een Galarian. Mr. Mimekey. Een Grimer. Een Relicant is de reverse. En als laatste hebben we... Oeh, Tapu Koko. Tapu Koko, zei ik dat nou echt? Tapu Koko. Die komt knijtersnel op Ash aangevlogen, daarom om te helpen. Ja, leuk kaartje. Dan, Vivid Voltage. Let's go, Psychic Energy. Dan een Girafarig. De volgende kaart is een Electric. Dan hebben we hier Delmice, die lekker onder water aan chillen is met zijn anker. Een Woobat. Een Klapbobbes. Een Talo. Een... Oh, een Charmander. Charmander blijft gewoon schattig. En we hebben Woop. Iets minder schattig. Dan hebben we hier een Beedrill Reverse. Best wel vette kaart van Beedrill, man. Holy moly, heel cool. En oeh, oh, een 80 slash VMAX. What? Gewoon een Rainbow Rare. Even gewoon tussendoor zo casual. Hoppakee, laten we die ook nog even poelen, joh. Is gewoon ook nog even 10 euro'tjes, joh. Wat? Nou, Chilling Rain dan maar. Dat is ook wel echt een toffe serie. We beginnen daarmee met een Water Energy. Dan Honey. We hebben A Path to the Peak. Een Drizzle. Een Porygon. Een Grookey Rapid Strike. Een Mareepy. Een Rockruff Single Strike. Wat een schattig leuk kaartje is dit, joh. Lekker in de sneeuw aan het chillen. Een Swirlix. Een Heatran Reverse. En als laatst een Slurpuff. Dat is niet zo nice. Maar we hebben nog één pakkie. Battle Styles. En daarin beginnen we met Electric Energy. En
En daarna een Seedra. Wat loopt deze Wiepinbel nou weer te kwijlen, joh. Experience Share, Cherubi, een Horsea, ook wel een mooi kaartje, Murkrow, dan een Bronzor, dan een Belly Sprouty, een Silicone Reverse en als laatst Lucky Lucky. Jongens, dat was hem. Wat een vette kaarten hebben we gepoeld vandaag. En er komt gewoon binnenkort nog veel meer aan. Dus doe dat duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren voor bijna iedere dag Nintendo en Pokémon video's. En dan zie ik je bij de volgende. Mazzel!